de magnesbol, de arde, de zon, sterren. Hur kom dat? Hur kom dat deze objecten bolformig zijn? Nou, het schijnt dat bij de vorming, de geboorte van sterren en planeten, de massa nog vloeibaar is en die wordt geklonterd naar binnen toe. Er is een belangrijke factor en dat is de zwaartekracht. Want alle objecten met een massa hebben een zwaartekracht. Bomen, stenen, planeten, sterren, uzelf ook. Maar bij de planeten, omdat de zwaartekracht zo groot is, wordt alle massa naar binnen toe getrokken. En dan wordt een bol gevormd. Bij kleinere objecten, laten we zeggen minder dan 500 kilometer groot, is de zwaartekracht te zwak om genoeg massa naar binnen toe te trekken, waardoor deze objecten, kleine objecten, wel andere vormen krijgen, behalve een bolvormige. Dus planeten, sterren, onze zon, onze maan, hebben dat voldoende zwaartekracht om bolvormig te zijn.